Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag spelen we Outlast 2. Vorige keer waren we hier gebleven en de bedoeling is dat we nu een beetje gaan slapen, want ons manneke niet had slaap nodig. Dus let's go to sleep. Dat ziet er echt ook heel comfortabel uit natuurlijk. En nu ben ik echt benieuwd wat er gaat komen. Ik ben dat hij zo 12 uur later en al donker is. Ah, hij is weer een flashback. Weer die. Ah, he's coming! He's coming. Ja, dat is weer dat weer. Ah, he's here! No! Go away! Ah! I ain't had nothing. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him 100 times. Oh, nee. Where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Not questions even now, other heretics at chapel. God will guide. Oh, no. Uh-oh. You sin when you deny the prophet, your daughter. You sin since to deny. Grace! Grace, just let me talk to now. No, the outsider is. Nee. His seed begat the enemy. God and the prophet both want. Just let me talk to you now. I can explain. Oh, nee. I don't hear dead men. Oh, hij is gewoon bruut vermoord. Be still. Oh, nee. Oh wow. Oh, die heeft hem onthoofd. Oh. My god. Oké, dus eigenlijk was hij echt gewoon een goede gast en is hij gewoon bruut gedood. Oké. Well, that was Ethan. So much for Ethan. You didn't give me up to her. Not even though she. Thank you. Voel mij serieus slecht voor die gast eigenlijk. Oké, we gaan kijken waar Ultra Feminist is. Oké, het is nu saving. En Ultra Feminist zit nu achter ons aan. Wat zei ik? Ja, Ultra Feminist, ja. Ik was al een beetje aan het verwarren. Ja. Allemaal rivers om ons te hiden natuurlijk. Ik denk dat iemand met een bespieren is. Ik denk het echt serieus. Iemand, ja. Ja, shit. Hallo. Is great enough, is his prophet, and not will ransom us from the power of the grave. Not will redeem us from death. For even redemption cannot be hidden from the split eye. Okay. Yeah. Ik ben eigenlijk heel, ik wil heel vriendelijk zijn. Oh. Ja, oké. Okay. Dit. Dat stuk ken ik precies. Waar zou ik moeten?
Ja, ik moet zo. Ik moet sowieso hierin. Maar ja. Oh. Oh, that's pretty fucked up. Ah, wat? Holy shit. Holy fuck. hallo. Oh. We must rise to masonry. Uh-oh. There's no innocence among the outsiders in our midst. Give them a knife. Uh-oh. The fist, if it's all you've got. Uh-oh. Deze is niet goed. God rejoices in the spilling of wicked blood. Au, godverdomme. Ah ja, mij, mooie graphics op je hand. Hallo. Au, FPS erop, fuck you. Way through the barn. Through the barn, ah ja, ik moet daarin. Ik zie het. Oh, hallo. Ah, gaat hij niet open? Fuck. Oké. Okay. Wauw, gaat hij niet terug dicht? Oh, shit. Hey, dikzak! Oh ja. Fucking hell. Hoe moet ik die doen? Hoe de fuck moet ik dat doen? Je zag zo dat ding daar dat ik zo moest wegtrekken. Maar ja, hoe gaat dat? Hoe kan ik dat stie? Oké. Oké, nu. Fuck off. Ah, nee. Maar jongen, godverdomme. Stomme hond. Waarom doe je dat nou? Oké, ik moet eigenlijk vooral de gast daar in het oog houden. Oh wow. Ja, snel duwen. Oh, wow, yo. Holy shit, was nog bijna gelukt, was het droogste. Oké, nu eronder. Ja, snel. And the countenance of an angel of God. Oh, ga erop. Oh. Nice. Oh, fucking hell. Ja, ik zou niet weten hoe je dat ongezien zou kunnen doen. Amai. Holy fucking hell. Is hij dood of leeft hij nog? Nee, hij leeft niet meer. Hoe de fuck moest je dat ongezien doen? Kan iemand mij dat uitleggen? Wat? Oké. Waarom is het een vrij dom idee om dat te doen? Fucking Christ.
Yeah, inderdaad. Fucking Christ. Ja. Oké. Ah! Ah! Oh, dat doet me denken aan de ene deeltje in Outlast 1. Dan valt je op een gegeven moment ook ergens in een vleeshoop. Verschiet van dat ik ultra feminist nog niet ben tegengekomen. Maar ik ga niet te laat roepen natuurlijk, want ja, wie snapt het? Is dat iemand met een licht of is dat gewoon een licht? Het is gewoon een licht, ça va. Ah. Ja, inderdaad. Die dingen zijn nog vager als de groei van mijn. Wat is hier te zien? In. Oh ja, dat is echt vriend. Ja, ik moet naar daar, ik zeg het al. Wat is dat? Ik hoor iets, ik hoor precies zoiets bewegen. Oké. Okay. Oké, okay. Ga hierop. Waarom vertrouw ik dit zo niet echt? Waarom zou ik het niet zo... Hey, batterie. Ik vind het echt heel rot van die Ethan gast. Dat was echt de enige goede gast in heel dat spel en die ging direct dood. Maar dat is wel een beetje te denken dat dat ging gebeuren natuurlijk. En eigenlijk zou ik het gewoon door omdat hij dood is. Hallo? Die allemaal dode vogels. Ah, oh, ik kan hierin. Waarom vind ik dat daar heel veel te donker? Oh. Het is hier. Nou, dit vind ik nou niet zo leuk. Dit vind ik nou zo helemaal niet zo leuk. Oh boy. Nee. Hallo. Church. No, no. Some kind of. Heretic temple. Oh, ja. Ah ja, inderdaad. Ja, hier ligt weer al een batterie. Ja, kijk, ik kan geen meer batteries carryen. Oh. Ik vraag me echt af wat die heretics zijn. Zijn echt gewoon muteerde mensen of zijn echt, ja, vrij vaag. Oké. So much for that guy. Oké, ik moet echt dus, effectief de camera gebruiken. Ja, omdat ik anders echt hier in één is schiet. Van wie kwam die nou? Oh. Er hing toch iemand? Wat? Die gast heeft echt wietjesmoord voor die rij ofzo. What the fuck, yeah. Waar? Ah, hij wil gewoon terug naar die kerk gaan. Daar. Ah nee, daar, wauw. Maar dit was dan weer de video. Dit was Outlast 2, hashtag 3. We hadden wel een beetje moeite met die twee kerels daar.
Ik heb het gevoel dat ik niet zoveel ben voortgeraakt, maar ja, RIP Ethan natuurlijk. Goeie gast. Buiten liften is er ook nog iets anders te vertrouwen in dit spel. Ethan, maar ja, daar hebben we niet zoveel aan, want die is dood. Dus ja, ik ga deze video afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we gewoon weer verder met Outlast 2. En ik zeg ciao.